Goedemiddag, ik sta hier voor de Sint Maartenskerk in Tiel, waar bijaardier Wim Ruitenbeek zometeen verzoeknummers gaat spelen. Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de campagne Aandacht voor elkaar in het leven geroepen om mensen te steunen in deze tweede coronatijd. En Wim gaat zometeen verzoeknummers spelen, dat doet hij een heel uur. En die verzoeknummers zijn aangevraagd voor mensen die in deze tijd een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus we gaan zometeen na het klokslag van 2 uur luisteren naar deze verzoeknummers. Heel veel plezier! En het eerste nummer dat Wim zo meteen gaat spelen is You'll Never Walk Alone. Thank you.
Nou, dat was prachtig. Het tweede nummer dat Wim zal spelen is Blauwe Dag van Suzanne en Freek. Die kennen we denk ik allemaal wel. Nou, ik vind het dus echt ontzettend knap, want Wim heeft afgelopen week al deze nummers geoefend en uit zijn hoofd geleerd. En het volgende nummer dat hij gaat spelen is Kijk Omhoog van Nick en Simon. Thank you.
Nou, ook dat was weer prachtig. En de reden dat we hier staan is omdat het kabinet afgelopen dinsdag de campagne Aandacht voor elkaar in het leven heeft geroepen. En in samenwerking met de gemeente Tiel heeft Wim allemaal verzoeknummers aangevraagd. En Wim speelt die nu vanuit de kerk. En het volgende nummer is The Sound of Silence van Disturbed. Nou, inmiddels begint het hier steeds harder te regenen, maar dat maakt niks uit, want het is echt geen straf om hier in de regen te luisteren naar het mooie nummers die Wim draait. Het volgende nummer is van Eric Clapton, My Father's Eyes. Thank you.
Ja, ook dat nummer was echt prachtig. En het volgende nummer dat komt is van Ben E. King, Stand By Me. En dat nummer is speciaal aangevraagd voor de JP van der Bent Stichting. Dus speciaal voor jullie speelt Wim zometeen het prachtige nummer van Ben E. King, Stand By Me. En ondanks dat het zo hard regent, zijn er toch mensen die hier onder een parapluutje staan te luisteren naar de prachtige nummers die Wim speelt. En het volgende nummer dat hij gaat spelen is van Amy Winehouse, Back to Black.
Nou, en het volgende nummer dat Wim gaat spelen kennen we allemaal wel. Dit is namelijk het nummer Heb je even voor mij van Frans Bauer. En mocht je nou via onze livestream deze stream aan het kijken zijn op Facebook, wil je dan even een like of een hartje geven? Want Wim heeft zo hard alle nummers ingestudeerd, dat verdient hij gewoon. Dus we gaan nu luisteren naar Frans Bauer, Heb je even voor mij. Nou, en we staan hier dus omdat afgelopen dinsdag het kabinet de campagne is gestart Aandacht voor elkaar. En de gemeente Tiel heeft in samenwerking met Regio TV Tiel en Wim Ruitenbeek een hele lijst met verzoeknummertjes samengesteld voor de kerk. En daar gaan ze dus vandaag al die verzoeknummers spelen met nu het nummer uit The Sound of Music, My Favorite Things. Het volgende nummer dat Wim zal draaien is van Louis Armstrong, A Wonderful World. Op dit moment hebben we niet zo'n hele geweldige tijd waarin we leven. Hè. De wereld is nu niet zo wonderful. Maar met deze nummers die Wim zo meteen draait, wordt de wereld toch een stukje beter. Dus we gaan nu luisteren naar Louis Armstrong, A Wonderful World.
Nou, en Wim speelt al een half uur lang prachtige nummers die speciaal zijn aangevraagd voor mensen die in deze tijd wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het volgende nummer is van Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. We gaan weer luisteren. Ja, ik blijf het toch zo knap vinden hoe Wim al deze nummers zo prachtig kan spelen, terwijl hij echt maar een week de tijd heeft gehad om ze allemaal uit hun hoofd te leren. En het volgende nummer is van Charles Aznavour, La Bohème. We gaan weer luisteren. Thank you.
de mensen die net pas beginnen te kijken. We kijken nu naar de Sint Maartenskerk in Tiel, waar bijaardier Wim Ruitenbeek een hele lijst met verzoeknummers speelt. Die zijn aangevraagd voor mensen die een extra steuntje in de rug wel kunnen gebruiken in deze tijd. En het volgende nummer is van Boudewijn de Groot, Avond. Nou, het is nu bijna 3:15 en dat betekent dat Wim nog een kwartier lang verzoeknummers zal spelen met het volgende nummer van Halen Jump. Thank you.
Nou, het volgende nummer is speciaal aangevraagd voor iemand die vanuit zijn slaapkamerraam uitkijkt op de Sint Maartenstoren. En dat is het nummer van Bluff, Dansen aan Zee. En het nummer dat hierna komt is ook van Bluff, het nummer Beter. En die is speciaal aangevraagd door iemand die 2 dochters heeft, werkend in de zorg. En die wilde graag dit nummer voor hun spelen, omdat ze zo hard werken in deze moeilijke tijd. Thank you.
Nou, ook dat was weer prachtig. Het volgende nummer dat komt heet Lord of the Dance. En die is aangevraagd door een stel die ruim een jaar geleden een huis gingen bezichtigen. En toen ze dat nummer in de auto hoorden met het mooie huis op de achtergrond, werden ze op slag verliefd en hebben ze de dag erna het huis ook meteen gekocht. Lord of the Dance, we gaan er naar luisteren. Het volgende nummer is speciaal aangevraagd voor iemands man. Ze luisteren samen heel graag naar muziek van Bach. Ook in coronatijd hebben ze daar heel veel naar geluisterd. En het nummer heet Bist du bei mir. Thank you.
Ja, en het ene laatste nummer dat Wim zo meteen gaat spelen is wel een hele toepasselijke. Het is namelijk van Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. En dat past natuurlijk wel in deze vervelende tijd. Dus we gaan er naar luisteren. En het laatste nummer dat Wim gaat spelen is Thank You For The Music van ABBA. En dat slaat natuurlijk helemaal op Wim, want hij heeft een uur lang prachtige verzoeknummers gespeeld. Ontzettend knap. Dus nu het laatste nummer.
Ja, en er klinkt al applaus achter mij en dat is helemaal terecht, want Wim heeft echt zoveel mooie nummers gespeeld. En de Bijaardier heet Wim Ruitenbeek. Mocht je het nog een keer terug willen luisteren, dat kan op onze Facebookpagina van Regio TV Tiel. Dan kun je het gewoon weer helemaal opnieuw beluisteren. Heel erg bedankt voor het kijken en namens Regio TV Tiel en ook namens Wim een heel fijn weekend.